Dat heftige nieuws dat vandaag naar buiten is gekomen. Er is officieel aangifte gedaan tegen Marco Borsato wegens misbruik. Hoe is dat bij jullie? Ja, 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 het dat eerste waar je wel. natuurlijk aan denkt oh. vandaag is... We maken een rondje. Ja, we maken een rondje. Oh, goed, ja. Ja, maar ga je gaan? Nee. Ja. <laughs> nee. Um, het, 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 het stomme is, je wist dat het eraan zat te komen op een bepaalde manier. Want geruchten waren geruchten gaan we zo uitvrijden op inwaarden al heel lang. Als ik dan toch even persoonlijk kijk, ik ken Mark wel heel lang, dan denk je vandaag ook van: ach, oh, we hebben een vermeend slachtoffer. En als het gebeurd is, is dat vreselijk. En het recht moet zijn loop hebben. Maar we hebben ook een vermeende dader. En ook dat is verschrikkelijk. Want die is eigenlijk ook al veroordeeld. Ik zie je vandaag op, in, op internet eh, voorbij komen. En dan denk je: daar moeten we het vanavond allemaal over hebben. Over, over alle kanten aan die zaak. Want het is, deze, de zaak kent echt alleen maar verliezers. En we gaan. Dit zijn die uitzendingen die je eigenlijk niet wil maken. We hadden ja. van tevoren ook met elkaar over. Zo'n uitzending wil je niet maken, want nee. het is praten, het is, het is filosoferen. Wat kan er gebeurd zijn? Het is beide partijen ja. ook wel willen be bewaken en, 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 en een kans geven. Het is een hel, maar inderdaad een hel voor, voor vooral de twee hoofdrolspelers. Ja. Nou, het is een verhaal wat er al anderhalf jaar aan zit te komen natuurlijk. zo lang is het geleden dat ik ben benaderd met ditzelfde verhaal... van dezezelfde moeder en dezezelfde dochter... die wilde toen niet met bewijzen over de brug komen en niet met aangifte. Dat is dan nu wel gebeurd. Ze zijn wat ouder, wat wijzer en in ieder geval wat meer door de wol geverfd... en bijgestaan kennelijk door mensen die zeiden dat moet je dan wel doen. Er zijn gesprekken geweest met psychiaters inmiddels. Allerlei mensen zijn er achter de schermen mee bezig geweest. En nu was het moment dan daar voor die mensen om naar de politie te stappen... en hun deel van het verhaal. Te vertellen, want meer dan dat is er natuurlijk nog niet het geval. Er is aangifte gedaan. Bram zal het er zo over hebben. Dat is natuurlijk het begin van, van de procedure die er ongetwijfeld zal volgen als die volgt. En het is uh, voor Marco de nachtmerrie die uitkomt. Het is iets waar je, je nauwelijks tegen <tie> kan verweren, terwijl het de, de ergste aanklacht is die je aan je broek kan krijgen in onze maatschappij. Ja. Aan kinderen zitten, dat is gewoon nadan en dat is het, het, het ook in ja, totaal niet acceptabel. En het lijkt wel of iedereen zijn mening er al. Over, over klaar heeft. Nou, dat is totaal niet het geval. Dat we al zover zijn dat duidelijk is dat er het een en ander is plaatsgevonden. Maar het heeft typisch is wel wat jij zegt. En de... dat wil ik toch herhalen. Marco krijgt, als je op internet ziet, fiespeuk, al die dingen al op je ja. heen. Hè? Er is niks bewezen. Het meisje, he, degene die aangeeft, trekt eigenlijk ook al dingen over zich heen. Van, het gaat om het geld, er is een vlaakactie, ja. dus alle bijbels op dit moment op social media voor rotte vis uitgemaakt. Maar Zo. Dat is eigenlijk wat, uh, het gevoel wat, wat ik vanmiddag ook kreeg. Er ging een soort mediabom natuurlijk af. Ik zat toevallig met vijf vrouwen aan tafel, dus de discussie. Ontstaat dan ook gelijk, terwijl we van beide partijen helemaal nog niet hebben gehoord hoe, wat, waar. Uh, en uh, de vraag die eigenlijk de hele middag door mijn hoofd heeft gespookt, uh, als moeder zijnde, als dit jouw kind overkomt, waarom praat je dan eerst met een krant en daarna pas met de politie? Is, ik. ik... Ik kan ja. Nou ja, ik ik er wel vraag... iets over zeggen, omdat er ja. gewoon anderhalf jaar geleden al door een vriendin van de familie heel veel media-aandacht is gezocht. Wij zijn er toen niet in meegegaan omdat er geen aangifte was, en geen, geen bewijs op tafel kwam. En dat ze vervolgens via andere kanalen op internet alsnog die aandacht zijn gaan, gaan, gaan zoeken, dat kun je inderdaad afvragen. Vervolgens is het een half jaar geleden bij John van de Heuvel terechtgekomen en Mick van Wening die het verhaal vandaag hebben gebracht in de Telegraaf. Mm -hmm. En ja, Bram, jij zei ook <kwijnt> dat je geschokt was door de, de felheid waarmee dat... Albert ja, ik, ik ben. Maar goed, dat is het advocatenhart dat nog bij mij klopt. Uh, zei Albert al. We moeten beginnen om vast te stellen, vind ik, dat nog geen enkel bewijs op dit moment zichtbaar voor ons is. En ook niet voor de Nederlandse bevolking. Dus zijn schuld staat absoluut nog niet vast. Dan heb ik me een beetje laten inlichten door een bron die dichtbij staat. Niet bij mij, maar wel bij. Uh, wat nu allemaal speelt. En ik heb begrepen dat het ook wel eens zo zou kunnen zijn dat het vanuit de fanclub komt, van Marco Bossato. En dat daar iets is gebeurd. En dat dat nu een wraakactie zou zijn. Ik weet niet of dat zo is, maar het is wel, wat mij betreft, uit een bron, die ik in ieder geval vertrouw. Maar als jij dit vertelt, Bram wordt het een. Hele smerige rechtszaak, natuurlijk. Oh, maar, 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 van twee wat, kanten. Maar Albert, dat, dat is het al. Dat is het al. Ja, maar dan krijg je natuurlijk, want nu is het Marco die ervan beticht wordt, ja. dat hij het met, ja, ik... met de minderjarig meisje gedaan heeft. Maar de, de verdediging van Marco zou zeggen: ja, het is een wraakactie, want die moeder ja, heeft voor nee, hem gewerkt. Die hebben, ik, die ja, hebben maar, nog niks gezegd. Nee, ik, ik, nee. ik, ik, ik weet niet wat de verdediging zou zeggen, maar wat ik in ieder geval nu zou doen. als ik Marco zou bijstaan. Kijk, in de optiek van Marco Borsato moet die aangifte vals zijn. Daar ja. hebben we het over eens. Ja. Het doen van een valse aangifte is strafbaar. Dus het eerste wat ik zou doen, is aangifte doen. Dus Marco Borsato zou aangifte moeten doen tegen degene die aangifte tegen hem heeft gedaan dat het een valse aangifte is. Ja. Dat zou consequent zijn als je ervan uitgaat... Vanuit, vanuit het kamp Marco Borsato. Want er is ja. Ja. een valse aangifte ja. gedaan. Uh, wat me ook is opgevallen is dat de kranten... hebben er eigenlijk niets mee gedaan onder het mantra constant van... het was niet hard genoeg, hè? dat mag nee. ik toch mm -hmm. wel zo zeggen. Nou, wat gebeurt er dan vandaag? er wordt er aangifte gedaan. Nou, dan zeg ik, dat is die zin merkwaardig, dat je er dan nu wel groot mee gaat komen, omdat aangifte op zichzelf helemaal niet een vorm van bewijs is. Nee, maar je zet wel je handtekening onder een aangifte en je verklaart dat ja, waar is wat je verklaart. Ja, dat toch? weet ik wel, maar in feite is het een herhaling van datgene wat de krant al wist. En dat dat wordt geformaliseerd ja. met een handtekening. Er is geen bewijs bij. Dat is op zichzelf, zeg ik alleen maar, geen bewijs. Okay, nou, het, is we even... het is duidelijk dat dit de eerste dag is van een affaire die heel lang uh, gaat duren. De aftrap is uh, verzorgd door John van de Heuvel. En die zei er vanmiddag op Telegraaf TV dit over. Er was toen een tip binnengekomen over uh, mogelijk uh, seksueel misbruik door Marco Bossato En wij zijn toen in contact gekomen met de moeder van het uh, veronderstelde slachtoffer. En in een later stadium ook... Met het uh, vermeende slachtoffer, met uh, het meisje wat nu aangifte heeft gedaan. Ja. De reden is dat we vrij lang hebben gewacht dus met publiceren, is dat we echt hebben willen wachten tot het moment dat er ook daadwerkelijk aangifte is gedaan. En er is heel veel aan vooraf gegaan. Ja. En, en zij heeft een bepaalde uh, verstandhouding met uh, Marco Bossato gehad. Haar vader was overleden en uh, uh, Marco heeft. Uh, volgens moeder en dochter uiteindelijk een rol in het gezin gekregen. als een soort van peetvader. Ja. Uh, trok veel op met moeder. Uh, moeder werkte ook voor hem. En, uh, maar kwam ook over de vloer. als hij alleen met het meisje was. En uh, daarvan zegt zij in die periode. en dat heeft echt wel een uh, behoorlijke tijd geduurd. is er uh, uh, grensoverschrijdend gedrag geweest. Ja, het is allemaal zo heftig. Laten we proberen het een soort stap voor stap te bespreken. Er is nu aangifte ja. gedaan. Wat, wat betekent dat? Nou ja, dat, dat er uh, kenbaar is gemaakt door een vermeende slachtoffer... dat ze een uh, dat de slachtoffer is van in dit geval Marco Bossato... Uh, dus dat is eigenlijk het begin dus van... Toen ze 15 was. Hè? Dus 15 was dus eigenlijk een paar jaar hè? Ja, ja. Dat, maar dat is dus het begin. Want dat, dat, dat doe je op het begin van een onderzoek. Daar moet de officier van justitie iets mee. Met dat andere wat tot nu toe was, dat waren roddels in het circuit. Daar kan je als officier ook heel weinig mee. Maar nu ligt er een aangifte. Die moet worden behandeld. Gaat politie, die gaat getuigen horen, die gaat het meisje horen. En op enig moment zal waarschijnlijk ook Marco Borsato worden gehoord. Ja. Ik begrijp gewoon niet een vertraging daarvan. Ik weet dat we het er net over hebben gehad, maar als moeder, ik spreek even als moeder zijnde: ja. als dit met mijn kind zou gebeuren, ja. dan, dan sta ik bij wijze van spreken binnen een paar uur bij de politie. Ja. Wat, wat maakt dat je zo lang wacht ja. en dat je eerst met een andere partij praat dan ja. de politie? Nou, het is vind, toch het eerste wat je doet. Het, ik, ik vind dat niet alleen als moeder, maar ook als mens een zeer intelligente opmerking. Je nou, In wel, het raam... toch even voor die moeder opkomen, ik denk dat we uit moeten kijken, weet je, want. Het is uh, ook een vraag. Nee, weet is het... ik. Maar wat, wat, wat ik ook wil zeggen, de afgelopen tijd is een aparte discussie, is natuurlijk ook de indruk gewekt alsof wij van de entertainmentwereld bijvoorbeeld Marco Borsato in bescherming nemen nee. of Leontine of het gezin. Dat is niet. Dat suggereer je ook niet met je vraag. Nee. Maar ik denk dat het belangrijk is om aan te geven dat die moeder beweert dus dat ze dat dagboek op een gegeven moment gezien heeft, dat ze erachter kwam dat dit een aantal jaren gespeeld heeft, ze schrok van die teksten. Daarmee is ze naar Marco toegegaan, direct. Nee. Dus wat jij net zei van waarom doe je niet meteen was, dat heeft ze gedaan. Wat blijkt, en als je heel goed naar John van der Heuvel luistert, terwijl John eigenlijk zegt: Ik wil niet zeggen wat voor bewijs er is. maar hij zegt wel dat er hard bewijs is. dat het niet alleen, niet alleen haar verhaal is, maar dat er ook echt bewijs is. er zouden opnames zijn gemaakt van de confrontatie tussen moeder en Marco. Dat is dus een dossier. Uh -huh. Nou, dat sluit aan op wat jij zegt. Als dat er is, dan neem je nee, een maar... bandje mee naar de politie op. Ja. Wil ik, dan zeg je: Ik heb hier ja. een bandje. Maar het is nog, dat is klopt. Maar wat, wat Anouk zegt is heel is erg van belang. Waarom? Wat ik in de praktijk altijd heb gezien. is dat er soms jaren na dato. aangifte wordt gedaan. Ja. Dat er dan wordt gesproken. Het is ook aan de dochter om die aangifte maar, te doen juist. en niet aan die moeder. Behalve als je minderjarig bent. Dan kun je over, maar goed. Wat, wat, wat je hier ziet is, is dat er over gepraat wordt. En dat bedoelt Anouk. voor het eerst met. De media, niet met politie. de politie. Mm -hmm. Wat je in de praktijk ziet, wat ik heb altijd heb meegemaakt, is dat iemand, zo'n meisje wel, misschien wel acht jaar niet zegt. Maar als ze dan gaat praten, dan praat ze met de politie. En niet met een krant. Dus in zover heb jij. Een goed dat punt. bedoel ik. En daarbij is er voor mij, en, en ik denk voor ons allemaal, we hebben het steeds ook over de moeder, maar er is ook nog een moeder aan de andere kant. Ja. Die heeft ook drie kinderen met deze met Leontien, Marco, met Leontien. Ja, ja, ja. En uh, dus. Ik, ja. ik sta er ook als een, met een moedig gevoel in. Ja. Eh, dat is heel anders dan een juridisch standpunt. Maar, eh, ja, maar eh, dat mijn dat vraag is ook: hoe lang gaat ja. zoiets überhaupt? Waar gaan we? Waar, nou ja, ik, 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 schat, ik schat dat. Volgend, ik schat dat we. Uh, dat gaat nog maanden duren ja, Als. Kijk, wat er ook kan gebeuren, moet ook gezegd worden dat de politie na onderzoek. Uh, het dossier teruggeeft aan de officier. En dat de officier dan zegt... ik ga er helemaal niks meer mee doen. Of ik ga een vervolging die een, eenmaal aangevangen is... die ga ik ga seponeren. Ja. Dat kan dus ook. En dat is lastig vandaag natuurlijk. Hè? Want, hè, want, omdat John van Heuvel redelijk stellig brengt... dat er hard bewijs is. Ja. Hè? Dat ja. wil niet zeggen ja. wat het is. Maar dat is voor het grote publiek, want John is wel John ja, van de Heuvel... Ja. is natuurlijk eigenlijk al een soort van schuldig. Kijk, je weet, ik heb zeer veel respect voor John van de Heuvel... voor wat hij doet. Maar hij zelf is natuurlijk geen bewijsmiddel. Nee.